Op bescheiden maar gepaste wijze werd gedurende de maand november van het jaar 2017 het 70-jarig bestaan gevierd van de Dordtse Jazz Sociëteit. Het podium draagt vandaag de dag de naam Jazzpodium DS, maar wordt in de volksmond nog altijd stevast de Dordtse Jazzshows genoemd. Uiteindelijk bedoelt iedereen hetzelfde. De kleine club gelegen aan de voet van de Grote Kerk in Dordrecht, waar na 70 jaar nog altijd wekelijks blues, jazz, wereldmuziek en allerlei aanverwante stijlen met grote regelmaat te horen zijn. Hoewel men inzet op een groot feest wanneer men straks 75 jaar bestaat, werd op gepaste wijze toch even stilgestaan bij het feit dat men momenteel 70 jaar bestaat. De maand november werd uitgeroepen tot saxofoonmaand en diverse grote namen uit de nationale en internationale jazztop werden gecontracteerd. Met veel plezier gaven zij gehoor aan deze oproep. De in grote getale toegestroomde fans konden vervolgens genieten van een concert van Benjamin Herman en zijn trio. Zij brachten een compositie ten gehoor opgedragen aan een groep populaire DJ's uit Amsterdam. Het stuk was getiteld Red Nose District. Voor een optreden van de Nederlandse Amerikaan Joris Tepe. Joris speelde ruim 25 jaar samen met de Amerikaanse saxofonist Don Braden. Geen kleine jongen, want hij speelde onder andere met Wynton Marsalis, wiens broer Brentford hij mocht vervangen nadat deze bij de populaire artiest genaamd Sting ging spelen. Tijdens hun optreden op Jazzpodium DS brachten zij onder andere de Standard Bolivia ten gehoor. Samen met zijn combo bracht Hans een variatie ten gehoor op het thema van de welbekende klanken van Caravan. Na al dit saxofoongeweld werden de luisteraars door het Aardvark saxofoonkwartet getrakteerd op hemelse klanken. De vier heren, die van de gelegenheid gebruik maakten om een nieuwe langspeelplaat Trans onder de aandacht te brengen van een muisstil publiek, wisten de zaal gedurende het hele optreden ademloos te boeien. Ook bliezen zij gedurende deze avond wat oudere eigen composities nieuw leven in, zoals te horen is in het fraaie Blues for a Hip King. Enthousiaste amateurmuzici vertoonden hun kunsten op het nog niet eens zo heel oude, maar bij uitstek voor jazz geschikte instrument, de saxofoon. Zij droegen tijdens de maandelijkse jazzlab-sessie een steentje bij waarbij geput werd uit het uitgebreide reelboek. Een enkeling durfde het zelf aan speciaal voor deze gelegenheid zelfgeschreven composities ten gehoor te brengen.
Al met al was het een feestelijke maand en hopen alle vrijwilligers, waar de zaal al ruim 70 jaar op draait, over 5 jaar te kunnen uitpakken om het 75-jarig jubileum van Jazzpodium DS, of zo u wilt, de Jazzo's, groots te kunnen vieren.